We beginnen met Veendam. Hoe lang zou het nu alweer geleden zijn dat Veendam in de na-competitie speelde? Dat moet ergens geweest zijn midden jaren 90 onder trainer Jan Schulting. En tegenwoordig is Schulting overigens assistenttrainer bij Cambuur. En dat was nu juist de tegenstander van Veendam de afgelopen zaterdag. Veendam won met 3-2 en staat nu bovenaan in de tweede periode. Veendam heeft 6 wedstrijden gespeeld en heeft 15 punten. Aanstaande zaterdag tegen MVV kan Veendam periodekampioen worden, mits de uitslagen op vrijdag gunstig zijn en Veendam ook een goed resultaat boekt. En zo kan Veendam het onmogelijke mogelijk maken. Spanning en druk bij de spelers van Veendam. De grootste concurrent voor het winnen van de tweede periode, Sparta, had vrijdag verloren. Dus kon er bij winst tegen Cambuur zaterdagavond een grote stap worden gemaakt richting het winnen van die tweede periode. Een hele belangrijke wedstrijd, zowel voor Veendam als voor SBS. De commerciële zender was er namelijk niet blij mee dat de club op zaterdagavond speelde in plaats van vrijdagavond. En dus strafte SBS Veendam via ons. SBS gaf ons geen toestemming om opnames te maken van de wedstrijd. En dus moest de camera meteen na de aftrap uit. En dan heb je als tv-zender een probleem. Maar bijna voor elk probleem is er een oplossing. En die vonden wij in de persoon van deze fotograaf. Hij maakte voor ons een beeldverslag van de wedstrijd. En in die wedstrijd was Cambuur de sterkste partij, zeker in de eerste helft. Veendam het overlopen op het middenveld, maar kreeg nog wel een paar kansen. Ronald Hamming bijvoorbeeld. Maar Pander en Hellinga hadden het heel zwaar op het middenveld. Maar dan na 22 minuten, Mannix Kolder, hij scoort de 1-0. Beetje tegen de verhouding in eigenlijk. Maar 2 minuten later is het alweer gelijk. Jan Bruin maakt de 1-1. Veendam wordt op het middenveld helemaal overklast en Jan Korte grijpt in. Wilco Hellinga wordt gewisseld. Pon Clemencia komt erin om voor meer snelheid te zorgen. Maar het helpt niet veel. Veendam komt 2-1 achter. Maar gelukkig voor Veendam scoort Mannix Kolder vlak voor rust de 2-2. Nog een mazzeltje voor Veendam. Mohamedou, een van de betere spelers van Cambuur, moet in de rust het veld verlaten. In de tweede helft krijgt Veendam de grootste kansen. En vooral Ronnie Pander. Hij schiet van 6 meter op de lat. En dat had eigenlijk de 3-2 moeten zijn. Cambuur blijft ook gevaarlijk en de wedstrijd kan alle kanten op. Maar uiteindelijk wint Veendam. Het doelpunt van Ronald Hamming, 8 minuten voor tijd, zorgt ervoor dat Veendam in de zeer amusante wedstrijd de overwinning pakt. En zo konden wij u toch nog iets laten zien. Vooral dankzij deze man, onze fotograaf. Veendam ligt goed in de race voor het periodekampioenschap. 4 punten uit de komende 2 wedstrijden, dat heeft de ploeg van trainer Jan Korte nodig. Dan mogen ze na competitie spelen. En misschien krijgt Veendam wel hulp van een ploeg die 30 kilometer verderop voetbalt, Emmen. Emmen speelt uit bij VVV en pakt Emmen daar minimaal een punt en wint Veendam thuis van MVV. Dan is Veendam gewoon periodekampioen. Ja, feest in Veendam. En na afloop van de wedstrijd sprak Klaas-Jan Bos met trainer Korte. En vanzelfsprekend ook met de spelers. Spelers die doelpunten hebben gemaakt, zoals Kolder, die maakte er 2. En Hamming, die zorgde voor het winnende doelpunt, 3-2. Ronald, beschrijf dat derde doelpunt is. Ja, de verdediging raakte me helemaal verkeerd. Ja, ik kom voor mijn linkervoet en schoen zo binnen. Nou, beschrijf eens even precies wat er bij die eerste goal gebeurde. Ik denk dat Ronald Hamming die zet hem voor bij de tweede paal, op Paul. Weerman. Ja, en ik kom inlopen bij de 5 meter en de bal valt achter mij. En ook achter de verdediger. En ik kon om Haas draaien en ik schoot hem met rechts keihard in de bovenhoek. Dan dat is 1-0. Even later wordt het 1-1. Op een gegeven moment word je toch weer 2-2. Vertel het tweede doelpunt, hoe ging dat? Ronald Hamming wederom die omzeilde de buitenspelval. Ik liep mee en ik kon hem zo voor leeg doel in de verre hoek tikken. Ik denk dat beide ploegen in de tweede helft behoorlijke kansen hebben gehad. Zo niet meer dan 100% kansen. Ja goed, ik geloof wij 2 of 3 keer echt wel hele grote kansen en hun een paar keer. Ja goed, dan valt het bij ons. Ja, zijn we weer de gelukkige. Eigenlijk de mindere partij en periodekampioenschap naakt. Ja, onvoorstelbaar hè. Winst en verlies ligt soms heel dicht bij elkaar. Dat heb je ook vandaag kunnen zien. Een beter voetballend Cambuur. Ja, en toch trekken wij. We hebben niet kunnen zien trouwens hoor. Nee, dat is ook zo. Maar goed, je was er bij de wedstrijd aan bezig. En helaas geen tv. Is heel zielig van SBS moet ik zeggen. En ik denk dat ze aanstaande vrijdag Veendam vragen op de knieën. En misschien voor wat geld om wel op vrijdag te spelen.
eerste 8-9 wedstrijden hebben we ook wedstrijden gehad die we eigenlijk hadden moeten winnen. Ja, die dan balletje op de lat, de balletje net naast gaat. Ja, nu hebben we geluk, ik moet zeggen, toen niet de eerste keer de laatste wedstrijden, maar goed, het mag. Gezien de eerste wedstrijd mag dat ook wel, hè. We dringen het geluk al een paar weken af en laten we nou nog één week zo doorgaan. En VVV moet een paar puntjes laten liggen bij Emmen. Ja, Emmen moet ons maar eventjes een handje helpen. Goed, dat is voor hunzelf ook goed natuurlijk en voor ons helemaal. En goed, als we 4 punten halen zijn we er ook. Maar als Emmen ons kan helpen, zou het helemaal mooi zijn natuurlijk. Ja, dat is een mooie rekensom. Ik heb ook tegen de jongens gegeven, we moeten niet vooruit rekenen. Want als je je rijk gaat rekenen, dan krijg je de deksel op je neus. En je moet eerst punten pakken en dan kun je weer gaan rekenen. Ja, dat weet ik wel. Maar wij bekijken alles van wedstrijd tot wedstrijd. En is nog geen Hosanna-stemming. Ja, natuurlijk omdat we weer gewonnen hebben. Maar we gaan van wedstrijd naar wedstrijd. En volgende week moeten we er gewoon weer staan en gewoon weer 3 punten pakken. Heeft Veendam het niveau van een eventuele periode kampioen? Nee, er zijn veel meer teams die beter spelen. Maar zoals je weet en zoals je ziet, gaat het daar niet altijd om. En we hebben toch een aantal tegenstanders gehad, ook in deze periode. Noem maar even VVV en Heracles die bovenin staan, waar we punten van pakken. Nou goed, en als je dan zoveel punten pakt, want dat zijn er nu al een behoorlijk aantal, dan heb je recht om een prijs te winnen. En ik vind ook dat je als voetballer en als club moet gaan voor een prijs. Ja, Veendam misschien aanstaande zaterdag al periodekampioen. En dan maandag wordt Veendam behandeld in de gemeenteraad. In de gemeente.